Evelien. Ja. Ja. De enige echte. Ja. Ja. Jullie organiseren met z'n drietjes de eerste wandeltocht. Hoe is het gegaan? Nou, dit jaar was wel het meest stressvolle jaar. Dit is onze zevende keer. En ja, het weer was dit jaar wel extreem onvoorspelbaar en lastig. Maar gelukkig lopen we vanavond, dus de afsluitende avond. Dus daar zijn we heel blij mee. Dinsdag hebben we het af moeten lasten. En dat was maar goed ook, want er was toch onweer en veel, veel regen. Dus het was gewoon goed dat we het niet door hebben laten gaan. Hoeveel doen er mee? Dit jaar zo'n ruim 260, 270? Ja. Ja. 260, 270 mensen. De meeste lopen er 5 en we hadden dit jaar maar 18 mensen voor de 10. Zijn er veel kinderen bij? Ja, heel veel kinderen. Ja. Dus wij willen dat gezinnen met z'n allen volledig meedoen. En niet alleen de kinderen. Wat staat ons nog meer te wachten vanavond? De Harmonie die haalt de wandelaars in. En die komen dan achter, dus de wandelaars lopen achter de Harmonie een stukje A-dorp en komen hier naar het A-huis. En dan krijgen de wandelaars een lekker frietje aangeboden. En natuurlijk hun medaille. En voor de kinderen een kinderdiploma en een snoepmedaille. Elke stad, plaats heeft dezelfde medaille. Dus, ja. En ze kregen een frietje? Ze krijgen een frietje van ons, ja. Is dat wel verantwoord? Ja hoor. Ja hoor. Dat is gewoon een aardappel. Dat is, schijf van 5. Mooi 5. Klein frietje. Ja. Ja. Schijf van 5. Ja. Schrijf maar bij. Ja, ja, hoor. Ja. Ja, ja. Is verantwoord. Is verantwoord. Okay. En ze hebben zoveel calorieën verbrand, dus dat kan rustig. Ja, zeker. Nou, we hopen volgend jaar dat er ook misschien wat meer deelnemers buiten A-dorp een keertje meelopen. Want het is gewoon een hele mooie tocht. Dus. En dan vooral de 10 kilometer. Hè? Ook? Ja, ja, vooral de 10. Ja. Het is vooral heel erg gezellig. De gezelligheid is heel erg belangrijk en dat straalt er ook echt vanaf. Je ziet ook de mensen die vonden het erg spannend ook vanmiddag. Zou het wel of niet doorgaan? Oh, wat zou het toch jammer zijn als het niet door zou gaan. Dus we hopen voor volgend jaar dat er, net wat André Evelien zei, dat het nog meer mensen van buitenaf aantrekt. En ook voor de 10 kilometer, dat we die ook gewoon wat meer mensen kunnen inzetten. En ja, daar hopen we op. En wij heten echt alle drie Evelien. Nou, Evelien, bedankt hè. Graag gedaan. Hey.